leven dus in een samenleving waar we kinderen blijkbaar al vanaf de basisschool een flinke druk opleggen om te presteren. En voor studenten is die druk al helemaal groot. We zien tal van rapporten verschijnen over stress, burn-out. We zien dat veel seinen voor jongeren op oranje of zelfs op rood staan. Ik noem het leenstelsel, de krappe woningmarkt, de onzekere arbeidsmarkt. Het telt allemaal op. En intussen is er die druk vanuit de maatschappij om het maximale uit jezelf te halen. En het lijkt wel alsof het leven altijd maar 5 sterren moet zijn. Al met al een recept voor ongezonde druk. En ik maak me daarover zorgen, voorzitter. En het heeft denk ik ook te maken met onze visie op onderwijs. Het gaat heel vaak over de economische functie van onderwijs. Je wordt klaargestoomd om nuttig te zijn in de maatschappij. Presteren staat centraal. Terwijl onderwijs zoveel meer is dan dat. En de meesters en de juffen hier in de zaal die weten dat. Het gaat om je ontwikkeling als persoon, om vorming, om ontdekken wie je bent, hoe je over dingen denkt, welke plek je in de samenleving kunt innemen. En daar is ruimte en aandacht voor nodig, in plaats van continue druk om te presteren. En die ervaren druk wordt, zeker voor studenten, volgens de ChristenUnie ook verhoogd door het leenstelsel. Een beetje uitlopen kost veel geld. Het is goed om te zien dat steeds meer partijen de handen aftrekken van dit leenstelsel en erkennen dat dit niet goed is voor onze jongeren. Zoveel druk. En coalitie EI heeft dit met succes nadrukkelijk op de kaart gezet. En de ChristenUnie was en is tegen dit leenstelsel. En we zijn ook vastberaden om in aanloop naar de volgende kabinetsformatie het leenstelsel aan te pakken. En ik heb onlangs al een uitnodiging gestuurd naar de collega's hier die ook aanpassing van het leenstelsel willen, zodat we alvast kunnen nadenken over de contouren van een nieuw stelsel. Het is mooi dat ook D66 daarover wil meepraten. En we zagen in de krant ook een klein stapje van GroenLinks en SGP in de goede richting. En ik stel voor dat we gauw om tafel gaan. De heer Baudet. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. 2 dingen. 1, wij steunen ook een terugkeer van de basisbeurs en ook een overbruggingsregeling voor studenten die een lening hebben moeten opbouwen om ze te helpen dat versneld af te bouwen of te compenseren. Dus daarin kunnen we elkaar vinden, kunnen we op zoek naar, als dit kabinet hopelijk snel valt, nieuwe verkiezingen komen en wij gaan op zoek naar een nieuwe coalitie, nieuwe regering. Het tweede wat ik wilde vragen, of wilde zeggen, maar dit is een vraag. Het is heel interessant, die druk, burn-out ook, jongeren, ook starters op de arbeidsmarkt. Het heeft natuurlijk met veel meer te maken dan alleen maar onderwijs. Ja. Ik heb zelf 10 jaar, u zei, de werkdruk op universiteiten is nou niet echt heel hoog. Dus dat kan het niet alleen. Wat is er nou aan de hand met onze beschaving dat iedereen zo gespannen is de hele tijd? De heer Bruins. Nou, wat is er mis met onze beschaving? Ik heb nog 7 minuten 24, maar de klok staat stil. Dus ik heb oneindig veel tijd in theorie. Doe maar niet. Ja. Maar wel kort reageren natuurlijk. Wat is er mis met onze beschaving? Hier kunnen we heel erg lang. Ik zou hier ook heel erg graag heel erg lang met de heer Baudet over willen praten. Dit is natuurlijk niet in 1 minuut af te handelen. Ik heb wel. Kijk, het is leuk en belangrijk, omdat dit natuurlijk, los van geld en beleidsdingetjes, waar dat dan nu over gaat, uiteindelijk de crux is. De linkse partijen, de liberale partijen, die begrijpen uiteindelijk niet goed wat een mens is en wat een mens gelukkig maakt. En daarom bevorderen zij een samenleving van atomisering, van consumptie, van afhankelijkheid van de staat, noem het allemaal maar op, waarin vervreemding, waarin uiteindelijk die stress alsmaar ophoopt. En ik had gehoopt dat u 1 of 2 dingen daarover zou kunnen zeggen. Want los van het, dat we misschien eens zijn straks om zoveel miljoen erbij of zo. Maar uiteindelijk moeten we een filosofisch, cultureel probleem hier aan de kaart stellen. Maar de heer Bruins wilde net iets zeggen. De heer Bruins. Ja, dan ga ik er nu toch echt even 1 of 2 dingen over zeggen. Diep in mijn hart ben ik een anti-revolutionair. Dat betekent dat ik de Franse revolutie als een keerpunt in de tijd zie. Daar is het begrip individu ontstaan, het begrip volk ontstaan. Daar is het atomisme ontstaan. De gedachte dat mensen allemaal kleine poppetjes, een soort van identieke poppetjes zijn. Terwijl de mens, mijn mensvisie, zoals die voortkomt uit de christelijke politiek, is dat een mens een relationeel wezen is. De God waar ik in geloof is een relationele God in zichzelf, een drie-eenheid. We worden gekenmerkt door relaties, niet door wie we zijn als individu, maar door wie wij ontmoeten en hoe wij met de ander omgaan, hoe we de ander in de ogen kijken.
En mijn maatschappijvisie is op die mensvisie gebaseerd. En dat betekent dat ik een kleine overheid wil en dat ik een maatschappij wil waar we elkaar weer in de ogen kijken en waar aandacht en tijd is voor elkaar. Het is daar sta ik voor als politicus. Ontroerend om er naar te luisteren. Maar we gaan toch verder met de begroting van onderwijs. Nee, meneer, niemand. Nee. De heer Bisschop. Ik dank de heer Baudet voor zijn enthousiaste reactie. Voorzitter, het is volgens mij het een en het ander. En ik wil het gewoon over geld hebben. Ja, en dat van de SGP. Dat is ook weer heel bot. Maar ik beloof, ik zal mijn best doen om straks een goede avondsluiting te verzorgen. Ja.